Mijn verwachtingen zijn een boot die even een lekker rondje gaat varen. Kijk, gaat goed. Ik moet zeggen dat ik ook zeer te spreken ben over het weer. Die boot die maakt gebruik van fietsstabiliteit, het principe van fietsen. Dat klopt ook, het is hetzelfde principe. Maar het werkt allemaal net even iets anders op het water dan op het land. Nou, dat is wel vrij moeilijk. Maar ja, daarnaast is het wel ontzettend gaaf om uiteindelijk inderdaad die boot te kunnen besturen. En over het water heen te vliegen, net als een fiets eigenlijk. We hebben uiteindelijk een selectieprocedure doorlopen, wat begon met de vraag aan ieder teamlid om hun voorkeur aan te geven. Ik heb me aangemeld om die boot te varen. Uiteindelijk is afgelopen week inderdaad besloten dat ik de eerste piloot ben en dat ik inderdaad tijdens de race de boot mag gaan besturen. Mijn exacte taak is uiteraard om goed uitgerust te zijn, zodat ik goed die boot kan gaan besturen. Wat betekent dat ik niet alleen die boot moet besturen, maar ook nauwlettend in de gaten moet houden wat er tegen mij gezegd wordt. Ik krijg uiteindelijk allemaal taken van de crew op de kant. Zij bepalen uiteindelijk de strategie, hoe hard ik moet varen. En uiteindelijk is mijn taak om die orders goed op te volgen. Dat maakt die boot bijzonder eigenlijk, inderdaad. Dat het een fiets is en daardoor kan je ontzettend efficiënt heel hard varen.